I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 L.S.P.D. voor morgen. Vandaag ga ik op pad met de ambu 153 vandaag in de server van de roleplay reality. En we gaan een surveillance draaien, een volledige dienst bij de ambu. Dit hebben jullie al vaker gezien bij de politie, bij de Camar, bij de POA nog niet, bij de brandweer al 2 keer. En vandaag is de ambu's aan de beurt. Ten slotte is dit gewoon mijn eigen afdeling waar ik normaal gesproken ook zit. Dus ja, het is best logisch dat dit eraan zat te komen. Vandaag dus met deze ambu, de blokkendoos, en deze rijdt officieel niet in Rotterdam. Maar het is wel mijn favoriet. Er rijden wel blokkendozen in Rotterdam, maar niet deze. Ze rijden wel in Zuid-Holland-Zuid bijvoorbeeld. En die zie je wel vaker rijden in Rotterdam. Maar de regio 17 is dus echt fictief. Maar ik vind hem super mooi. We gaan het voertuig even testen. En ja, we gaan kijken wat we mee gaan maken vandaag. Dit is blauw. We hebben oranje. Wat hebben we nog? Groen. Witte verlichting. En ja, dat. Officieel nog achterin natuurlijk even de controle doen van de apparatuur, van de brancard, van de lifepack, noem maar op. We hebben dan ook een lifepack. Die kunnen we via deze manier pakken. Die kunnen we ook neerzetten. Verder kun je er niks mee. Je kunt hem weer optillen als het mee zit. En als het tegen zit blijft hij voor altijd staan. We hebben ook een brancard. Die kunnen we gebruiken. We krijgen nu een pagertest binnen. We hebben ons dus ingemeld bij de meldkamer. En we krijgen dus een pagertest. We doen een status vrij. We doen een status op post. Want dan zijn we... En we doen een spraakaanvraag. En dan komt de meldkamer als het goed is zo meteen bij ons langs. De brancard weer teruggezet in de ambu. De groen even uitzetten. We rijden vandaag met controller. Helaas niet meer met stuurtje. Dat hebben ze uitgezet. Dat vind ik ontzettend jammer. En ook echt een hele domme keuze. En dat mogen ze best weten als ze dit kijken. En ik weet ook wie die keuze heeft gemaakt. Maar ja, ik kan niet goed rijden met controle of laat staan met toetsenbord. Dus we gaan ons best doen. Maar ja, dit is verschrikkelijk. Geef mij mijn stuurtje maar heel snel terug. Met het sensor of client-sided scripts. En dat is ja, iets waar de meldkamer... Of de meldkamer. Iets waar blijkbaar de leiding niks meer mee te maken wilt hebben. Dus ja, dan houdt het al snel op. Oh, 53 MK over. Ja, 53 heeft de pagertest ontvangen en is inzetbaar over. Ja, 53 pagertest ontvangen en inzetbaar vernomen. Bedankt. Prettige dienst. Uit. Zoals jullie weten horen jullie, of zoals jullie hoorden, heb ik microphone activated, microphone en of muted, user joined your channel, noem maar op. Heb ik allemaal aanstaan. Jullie vragen dat vaker of dat niet uit kan. Nee, want ik vind niks zo irritant dat als ik mijn microfoon uitzet, want ik heb gewoon voice activation, dus zodra ik begin te praten gaat mijn microfoon, weet het, gaat die automatisch aan en hoef ik dus geen knop in te drukken. Ik moet altijd, en dat ga je deze video zeker nog horen, moet ik op deze knop drukken. En we zo van, oh ja, hij staat hier nog aan of uit, dus nu hoor ik dat de mensen. En ook als iemand zomaar het kanaal dan komt. Zeker bij in het geval dat je bijvoorbeeld in een portokanaal met meerdere mensen zit. Dan is het wel zo netjes als jij niet blijft doorlullen terwijl er iemand is joinen. Want je weet, er gaat iemand joinen, iemand gaat iets zeggen. Al is het een, hè, de meldkamer in dit geval bijvoorbeeld. Je weet gewoon, die gaat mij binnen nu en 2 seconden oproepen. Maar het kan ook zomaar zijn dat, dat iemand anders mij nodig heeft. En als ik dan maar blijf praten, omdat ik niet door heb dat iemand erin zit. Ja, vreselijk irritant zou ik dat zelf vinden. Daar ontploft iets. Niet zo gek dat ding ontploft hier. We doen hem even op slot. We gaan anders boven eens kijken. En dan ja, is het wachten op de eerste melding. Voor nu hebben we dus niet heel veel bijzonderheden om te melden. Of om te zeggen. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen als de eerste melding binnenkomt. Wat het gaat zijn, wanneer die gaat zijn, met wie die gaat zijn. Dat weten we allemaal niet. En ik zou zeggen, laat je verrassen. Dat doe ik zelf ook. Tot zo. Ja, 53 heeft die aanvraagspraak als het goed is al laten behandelen, maar bij deze ook een melding binnengekregen. Dus ja, bij deze onderweg naar de melding op postcode 23 over. Ja, vernomen. Succes. En uit. Microphone muted. Nou, het is... ik maak geen grappen met jullie. Ik druk op stopopnames en ik druk op startopnames. En ik druk op stopopnames en ik zie dat de melding binnenkomt. We krijgen een melding op de Signal Street, postcode 23. En de eerste informatie die binnen is gekomen, dit is een A2 dia, is dat persoon niks meer ziet. Iets is in het oog van het slachtoffer gekomen. Het is inmiddels ook een A1 geworden. Ik lees altijd eerst de melding even in voordat we gaan rijden. Er is iets in het ogen van het slachtoffer beland. Het slachtoffer ziet niks meer en geeft aan dat het niet meer kan knipperen. Het brandt ook in zijn luchtwegen. Hij is een monteur en hij was bezig met een leiding. Toen kwam er wat in zijn oog. Hij heeft een blauwe overall aan. De politie zal er te plaatsen zijn. Nou, bij deze spraak en vraag nogmaals, want ik wil eigenlijk de brandweer te plaatsen. We hebben daar misschien te maken met gevaarlijke stoffen. Dat is natuurlijk niet mooi. 153 MK. Ja MK, goedemiddag. De 53 onderweg A1 naar de melding. En als ik het zo lees, dan wil ik daar graag brandweer te plaatsen hebben voor een meting of iets dergelijks over. Ja, ik ga de brandweer voor u meesturen over. Dank u wel. Uit. Voor de zekerheid toch maar. Ja, 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 keurig, keurig, keurig. Ja, niks aan de hand joh. Heeft niemand gezien. Officieel had ik ook even de route moeten gaan bekijken, want nu weet ik niet. De postcode is een indicatie. Hetzelfde geld had ik... Ik denk echt helemaal een tyfus jongen. Ik zou misschien wel spoelen proberen met water, maar... had ik misschien ook maar even de locatie moet ook kijken, want misschien was het bijvoorbeeld onder de brug in plaats van erop. Het is nu niet erop, maar het zou zomaar kunnen. Je hoorde iemand schelden en ik geloof dat dat de 112 belletje was die nu binnen was, die nu bezig was. Dus geen paniek of niet denken van ah, wat een raar taalgebruik. Maar het was de burger die helemaal opging in zijn rol. Rijdt natuurlijk iets sneller dan toegestaan is normaal gesproken. Het is rustig op de weg, dat is fijn. En niet remmen, want je weet nooit wat die auto's gaan doen en of die überhaupt voor me aan de kant gaat. Ja, dat gaat hij, maar heel laat. De brandweer is onderweg. En de... ja, ik zei de politie, maar de Marge C is mee. En wat natuurlijk een Marge C gebied is. Het ging al driften door de bocht. Ja, dat krijg je echt heel snel met die controle. Je rijdt... ik krijg ergens een maloot soms. Door het ding-dong. Chloor is het wat hij in zijn ogen heeft gekregen. Hij is kortademig op dit moment. We gaan even kijken. Ja, oh, nee. We nemen even onze spullen mee. Ik wil allereerst natuurlijk weten of het hier veilig is. Hè? Dat voorop, want daar komt nog een gas uit zoals jullie zien. Trouwens heel slecht voor mij, niet gestatus. Status op de plaats. Goeiedag. Goeiedag. Dag meneer. Was u bezig met die leiding daar? Ja. Dan wil ik jou eigenlijk even weg hebben, want er komt iets uitgespoten. Ik weet niet wat het is. Maar als jij er last van hebt, dan heb ik er dadelijk ook last van misschien. Ik zie niks, Nee, wij gaan jou even mee helpen naar mijn ambulance. Oké. Wacht even, blijf hier zitten. Bezig met de leiding, hè? Ja, toen die tijd is hij, het is op de werken aan de leiding, dus een soort van glorie in zijn ogen gekomen. En daar is de motor erg veel last van, maar mijn lijn is de motor nog open. Oké, meneer. Een gloorleiding is momenteel nog. Ik sta naast u. Ik ga u even onder de arm pakken. Kom even met mij staan en dan begeleid ik u richting de ambulance, ja? Ja, dat komt gewoon weer tegenover. Oké. Pakt vast. Ja, opname. Kom maar eens staan, ja. Oké, en dan gaan we deze kant op lopen. De agent van de Marge C loopt ook met ons mee. Ja. Er ligt niks voor je, we kunnen een rechte lijn naar voren lopen. Ja, keurig. Oké, dan gaan we hier even zitten. Nou, wat een gehoest allemaal, hè. Zeg, vertel mij eens even, wat is er allemaal gebeurd? Ik was bezig met die leiding en die was... Ik moest onderhoud doen en ineens sloeg die zekeringsring eruit en kwam het allemaal in mijn gezicht en ik kan niks zien, ik zie niks meer. Nee, okay. Niet schrikken hoor, ik sluit er vast een en ander bij u aan. En ben je buiten bewustzijn geweest of iets? Nee, niet dat ik weet. Oké, goed. Nou, wat we gaan doen, we gaan even kijken, want je gaf zelf aan dat het chloor was of zoiets. Ja, het is chloor wat door die leiding gaat. En dat is gewoon recht je ogen gespoten. Ja, in mijn ogen en mijn gezicht en... Ja, want jij hebt wel een bril op, hè? Ja, maar het zit dus nog in mijn ogen en het doet zeer als ik wrijf. Oké, heb jij je ogen al uitgespoeld of iets? Je moet ik niet wrijven trouwens. Waarmee? Ik kan niet zien. Nou, wij hebben zo'n soort fles. Ik weet niet of de Camar die bij heeft zelfs. Nee, ik heb zelf niet uitgespoeld. Nou, dan gaan wij dat eens doen. We hebben zo'n soort oogdouche, noemen we dat. En dat kunnen we heel makkelijk in de ogen even knijpen, zeg maar. Daar knijp ik in en dan groeit dat zo in de ogen. Wat belangrijk is, dat je wel je ogen goed open houdt. En dat is moeilijk. Ik zie helemaal niks. Snap ik. En het was pure chloor, denk ik, hè? Ja, de chloor bleek loog voor zwembad. Ja, oké. Ik ga even snel lezen, hè. We hebben dus een kort en snel... Hij is dus kort van adem, hij ademt wel snel. Gezicht is rood, lijkt verbrand. Ja, dat is een reactie op de huid. Ogen zijn rood en tranerig. Zicht is wazig en vaag. Vitale waarden, ze hebben een hartslag van 130 per minuut, redelijk snel. Een bloeddruk van 100 over 90 is prima voor mij. Zo gaat het 94%, kan wel beter. Oké, zou nu het slachtoffer een stukje kunnen verplaatsen? Nog meer, waar naartoe? Ja, weet ik niet, maar we hebben mogelijk golfgas lijkt het dus. Ja, ik had hem al weggehaald van de leidingen. Ja, oké. Kijk maar even wat... Ja. Wat mij betreft kun je beter gaan focussen op die leidingen dan nu hier... Ja, ik snap het wel even kwaad. Oké, meneer, hey, open de ogen eens even goed voor mij en dan ga ik even uitspoelen. Oké, maar het best wel zeer. Snap ik, maar het blijft zeer doen als we er niks aan doen. Kijk maar even goed. Ogen open. Is moeilijk, ik weet het. Als het echt niet gaat, dan moeten wij de ogen even open gaan houden. Het eerste moet er in ieder geval even uit. Zal is, dan kijken we even verder. Niet wrijven. Hou de handen maar even omlaag. Oh, niet in het gezicht wrijven, dan wrijf je alleen maar uit en wordt alleen maar erger. Ik weet dat het moeilijk is, ik weet dat het jeukt. Oké. Nou, we hebben het eerste gedeelte in ieder geval een beetje er hopelijk uitgespoeld. Wat ik nu ga doen, even kijken. Jouw hals, is dat opgezwollen of iets dergelijks? Want je had natuurlijk ook in je weet gekregen, in je luchtweg, begreep ik, hè? Ja, die is wel licht opgezwollen en licht rood. Okay. Nou, licht opgezwollen, licht rood. Of redelijk rood. Ik ga jou wat zuurstof ter ondersteuning geven. En dan ga je uiteraard even naar het ziekenhuis moeten. Je hebt het verder nergens opgekregen, niet op je armen, handen, noem maar op? Nou, in mijn gezicht allemaal en op mijn handschoenen geloof ik, maar... Nou, we kunnen misschien nog wat kleine shields of zo op het gezicht doen. Ik ga jou even wat zuurstof geven, voordat ik die geef trouwens. Spoel ik even het gezicht een beetje uit, ook met diezelfde oogdoos doen we gewoon, of met wat water even snel. Dat ook alles wat op en rondom je gezicht zat, lijkt een beetje toch een verbranding te zijn. En dat komt dan een chemische verbranding. Om even te kijken of we dat nog weg kunnen krijgen. Wat we gaan doen, we gaan op de brancard liggen. Hoe is het met het zicht nu? Is dat al beter? Ja, ik nog steeds wazig. Ik zie alleen maar vormen en... Ja, oké. Ik ga jou op de brancard leggen, helpen, beter gezegd. We gaan achter in de ambulance, dan ga ik jou nog een infuus prikken. Misschien wel pijnmedicatie ook geven voor onderweg. En dan gaan we ons even richting Erasmus of Maasstad begeven. Moet ik even kijken. Oké. Ja? Ben je bekend in het ziekenhuis? Nee. Oké. Goed. We gaan nog een paar omlaag zetten. Het werk dan? Het werk, ja, dat zal even... En die leiding, is die nog steeds, dat moet wel dicht. Daar is trouwens ook een brandweerman, die staat nu naast u. Die is hier ook ter plaatse gekomen. Dus daar hoeft u zich allemaal geen zorgen meer om te maken. We zullen in het ziekenhuis anders ook even zorgen dat de nodige mensen in kennis worden gesteld als dat nog niet was gebeurd. Maar voor nu, maak u zich niet te veel druk. We gaan ons nu gewoon even focussen op u en zorg dat u in het ziekenhuis komt. Oké. Ja, ik ga de brancard omlaag zetten. Mijn collega en ik helpen u daarop. Dan gaan we daar zitten en dan rollen we achterin. Ja, en mijn kleding dan? Kleding? Ja, maar ik heb handschoenen nog aan. Ja, die halen we even af en dan knip ik dat eens even door waar het moet. We gaan er niet te moeilijk over doen. Hij heeft wel een punt. Hij heeft wel een heel goed punt. Dat zit misschien ook over zijn kleding. En dat slimme. Niet zo slim van mij, beter gezegd. Oké, meneer. Kom even een prikje nog. Okay. Officieel had ik alle kleding van hem af moeten halen, denk ik. Ja. Maar, en dat is niet om mezelf nu goed te praten. Even tussendoor roleplay. Hij zit al hoor. Nou, dan ga ik u nog wat pijnmedicatie geven. Als u zegt van 0 is geen pijn en 10 is de ergste pijn die je ooit kunt bedenken. Kun u dan nu een cijfer aan mij geven? 4 of zo. Het brandt en het prikt. Het is niet echt pijn, maar... Ja, Maasstad. Dat is gespecialiseerd aan brandweer. Prikt wel en slikken wordt ook wel lastiger. Slikken wordt lastiger, oké. Nou, concentratie was verder goed. Zuurstofgehalte is dat. Ik ga hem toch wat pijnmedicatie geven onderweg. Dat is misschien ook allemaal wat makkelijker, wat rustiger. En dan gaan wij naar Maasstad. Oké, meneer, daar hangt toch wat pijnmedicatie aan. Wat ik wilde zeggen toen straks of toen net. Het is natuurlijk moeilijk om het is niet om me goed te praten tot ik helemaal over het hoofd heb gezien dat hij nogal zijn kleding aan had en zo. Want dat had hij ook gewoon. Of alles erop zit of alles over de kleding heen zit. Ja, in het echt zie je dat eigenlijk bijna wel direct als die kleding helemaal nat is. Ja, dan handel je gewoon anders. We gaan alvast rijden, meneer. Oké, dus het lek... Statussen aanrijden en bestemming. Stoppen, of zit er een gat in? Statussen spraak en vraag. Bij echt effectief mee trouwens. Wat heb jij het liefst? In de buik, nou, wat mij betreft mag je eruit springen en al een volgende melding gaan maken voor de rest van ambu. En het mag ook gezellig mee. Nog steeds naar buiten. Dan ga ik je collega's nog even bezighouden. Dat is helemaal goed. En wie weet dat zo meteen. Ongetwijfeld. Ja, oké, is begrepen. Wij gaan nu naar Maasstad, omdat ik denk dat daar beter gespecialiseerd is. We gaan wel A1, maar voornamelijk waar nodig A1. En ook op een iets andere rij. Een andere manier van rijden dan hoe we hier naartoe kwamen. Wat wil ik nog zeggen? Ja, nee, dat is. Nou, door een melding misschien wat beter hadden kunnen afronden. Maar lang weg geweest en niet lang niet meer geroleplayed. Dus de volgende melding gaat helemaal perfect worden. Weet ik zeker. Nou ja, misschien protocolair moet, ja, weet je, als je echt perfect wil doen, ja, dan moet je natuurlijk op de ambu werken of dat protocol erbij houden. Maar zelfs dat protocol, dat zegt niet alles. Die vrachtwagen die gaat niet voor ons aan de kant. Dat weet ik inmiddels wel. Dus we gaan er rechts langs. Het voordeel van zo'n controller is wel, je kunt wel redelijk soepel door zo'n bocht. Of beheerst door zo'n bocht. De brandweer kwam dus inmiddels ook te plaatsen met meerdere eenheden. De HV. Dat is mogelijk toch wel een groot lek. ...153. Ja, 53 is A1 onderweg naar het Maasstad medisch centrum met de patiënt. Wij hebben zelf al een vooraankondiging gedaan. Of? Ja, 53 onderweg Maasstad. Fenomen, dankjewel. En het... Officieel zit er natuurlijk een verpleegkundige achterin. Hier binnen de roleplay reality ben je alles in één. Als we echt heel druk hebben, dan dus genoeg man, ja, dan gaan we samen rijden op een busje. Maar nu is het niet druk genoeg. En dan rijden we dus solo. Zowel de rapid responder logisch als de reguliere ambulances. Maar ja, dan ben je dus alles in één. Maar als het dus echt is tot we met genoeg man zijn, dan kan er dus iemand achterin zitten. Bij het slachtoffer. En dan ben jij als degene die rijdt, dan doe je ook niks anders dan assisteren en rijden. Maar wat ik daarmee wil zeggen eigenlijk is die vooraankondigingen die ik benoemde bij de meldkamer. Status en aankomstbestemming. Is natuurlijk een iets, ja, je komt als ambu in het echt, kom je niet zomaar bij het ziekenhuis van hey, verrassing, ik heb hier een slachtoffer met brandwonden. Daar bel je voor. Onderweg bel je, van tevoren bel je. En ja, zo weten hun dus dat je eraan komt. En hun kunnen daar eventueel manschappen voor gaan klaarzetten en spullen klaarzetten. Of juist zeggen van ja hallo wacht even, wij liggen hier al met 5 mensen die mij in een brand in een woning zaten. Dus wij kunnen absoluut geen brandwond meer van jou, slachtoffer met brandwonden meer gebruiken. Ja, dan is het natuurlijk voor jou zoeken. De meldkamer kan dat ook wel eens doen, maar dat is echt bij grote incidenten. Hier kan ik net zo goed zelf even bellen. We gaan retourpost. Ik weet eigenlijk niet of de meldkamer mij gesleept had. 170. Nee dus. Ja, heb je voor mij een indicatie vraag doen. Nogmaals, te melden van we zijn weer vrij. Officieel moet dat ook, hè. We hebben nu gemeld dat we naar de naar het ziekenhuis gaan. En nu melden we dus, we zijn weer vrij bij het Maasstad. En dan bepaalt de meldkamer waar ik naartoe ga. Van het gat. De meldkamer die kan zeggen, ja dat is begrepen, ga maar naartoe post. Maar die kan ook zomaar zeggen, ja dat is ontvangen. Maar ik heb voor jou nog een ritje van het Maasstad naar het Erasmus bijvoorbeeld. Een B-rit, dus die mag je meteen rijden. Zo, nu rij ik al weg, hetzelfde krijg ik daar een B-rit van het Maasstad. Maar goed, dat is hier, hier komt dat minder vaak voor in de clan dan in het echt natuurlijk. We gaan retour naar de post, want ik ga ervan uit dat ik die B-rit niet meer krijg. En ik zie jullie daar, of in ieder geval zo meteen bij een nieuwe melding. Tot dan. En een vervolgritje op de sportplaats 308, een A2. Kan nog een A2 dia zijn, dat weet ik niet. Of een definitieve A2. A2 dia staat dus voor, eigenlijk is een A2 dia dat een directe inzet. Dus de meldkamer krijgt een telefoontje, 112 Amstra, of ja, meldkamer ambulance, wat is het adres van noodgeval? Nou, dat is de sportplaats op postcode 308. Oké, klik, ambulance wordt al aangestuurd. Dus dan word je onder een A2, dus zonder spoed aangestuurd. En dan gaan ze uitvragen. Dus het kan zomaar zijn dat dadelijk wordt gezegd het wordt een A1, maar we zijn er toch al bijna. De melding is ongeval sport. Melder meldt dat been waarschijnlijk gebroken is. Slachtoffer is 32 jaar oud. 53 heeft de melding ontvangen, is A2 onderweg over. Ja, 53 melding ontvangen en tevens aanrijd bereid. 153 gaat. Nu kan ik jullie zeggen dat dit een A2 gaat blijven. Slachtoffer is bij bewustzijn, gebruikt geen medicatie en zou het uitschreeuwen van de pijn. Dat is natuurlijk heel vervelend voor het slachtoffer. Er is nog geen indicatie voor A1 te rijden. Wij treffen daar waarschijnlijk iemand aan die ja, iets heeft gedaan. Kan van alles zijn. Fietsen, skaten, basketballen, verkeerd terechtgekomen. En dat been dat schade scheef. Of duidelijk gebroken. Ja, ik vroeg me af hoe ver de ambu uit was. We hebben een slachtoffer gevonden. Steekt bot uit en hij dreigt bij ons helemaal weg te zakken. Dus we moeten echt snel aan. Ja, ik ga even voor u kijken over. 40.068. Ik heb nog steeds geen toestemming A1, dus dat ga ik ook niet rijden. User left your channel. Staat dus te plaatsen. Wim, zet hem maar even aan de andere kant, dan kun je door het hekje heen lopen, is net wat makkelijker. Nou, oh, het gaat ook nog regenen. Als de ambulance pakt, nu ben je even graag. Nou, we leggen hem zo snel maar op de brancard. Hij ligt hier met een open mond. Ja, hij pakt zo wel zelfs. Ja, de brancard even meepakken. Ja, en de schepbrancard. Ga ik alvast kijken en dan leggen we waarschijnlijk zo snel mogelijk achterin. Natuurlijk geen fijne weersomstandigheden, hè. Voor zover dat het water tegen gaat houden. Yeah. Hallo. Hallo, voor jou. Op de been waar ik bij sta, heeft hij een open botbreuk. Ja. Het is de knie die onder zijn been is geschoven. Vervolgens door zijn huid heeft gekomen. Ja. Hij is net weggevallen, we hebben even een doekje op zijn hoofd gelegd. We hebben het been stabiel gehouden, we hebben ook even een tourniquetje aangebracht vanwege de bloeding. Oké. En we hangen er nu met een deken boven vanwege de regen. Niet zo fijn, want iedereen sluit altijd direct een tourniquet aan als er nog een beetje bloed. Maar was het zo heftig aan bloeden dan dat het een tourniquet nodig was? Volgens Burger was er een tourniquet nodig, dus... Oh, oké. Dan was het wel een heftige bloeding, ja. Dus jullie hebben nu even een deken eroverheen hangen? Nou, die hebben we nu vast, zeg maar. Ja, oké. Dus ik hoef niet per direct nu achter in de ambu, want ik wil eerst even de snelste controles hier doen. Ja, doe maar. We gaan snel de ambu in hoor, maar voor nu nog even snel hier. Meneer, kunnen we maar horen? Geeft ook even een pijnprikkel. Wordt het even goed wakker? Hallo. Hallo. Meneer, ik ben Wim van de ambulance dienst. Wat is uw naam? Henry. Henry. Henry, wat is er gebeurd? Kniekrak. Kniekrak, oké. Wat was je aan het doen dan? Oefening voor de benen? Ja. Oké. Ik sluit mijn monitor alvast even aan, ja, dan doen we wel wat controles bij en dan weet ik ongeveer hoe we het ervoor hebben staan. Hoe zit het met de pijn? Veel. Veel pijn, geef me eens een cijfer. 0 is geen pijn. 10. Oké, ben je ergens allergisch voor? Dat is zijn naam ook weer, Henry geloof ik hè? Muggen! Muggen? Ah jammer, wil ik net doen in de vuurnefuus, dat moeten we dan maar niet doen hè? Henry was zijn naam hè? Ja. Henry, ik ga jou een infuus prikken en via de infuus ga ik je sterke pijnmedicatie geven. Dat wij de eerste paar dingen met je kunnen doen, dat we jou in ieder geval kunnen bewegen. Dan leggen we je daarna op de brancard en dan rijden we de ambu in, dan ligt je tenminste droog. Oké? Ja. Probeer wakker te blijven, ik ga jou een prikje geven. Als ik vitale waardes afwijkend heb, hoor ik dat graag van jou. Kom dan een prikje Henry. Dat is een pikkel als Henry die... Hij vertelde waar ze niks wat afwijkers behalve arts zag iets lager dan gemiddeld. Lager, oké. Vaak verwacht je een hoge hartslag en dat kan geloof ik ook niet laag zijn. Eigenlijk is het altijd hoog. Bloeddruk is vaker wel lager, maar dit is vaak hoger toch wel. En dat is adrenaline en zo en pijn en dat verhoogt het toch. Oké, infuus zit. Ik ga jou een sterke pijnmedicatie geven. En dan gaan we daarna met een soort schep op de gewone brancard, ja? Ben je er nog? Oké. Dat is toegediend. En iemand, wat las ik toen straks even snel, was iemand zijn hoofd aan het stabiliseren of? Ja, ik hield zijn hoofd vast totdat het ging regenen, want ik vind het iets belangrijker om... Maar waar was de reden daarvoor? Nou ja, we hadden hem laten liggen voor informatie met zijn been. Ik denk, nou ja, ik kan beter even zijn hoofd normaal vasthouden, anders ligt het ook niet. Maar niet omdat hij iets met zijn nek had ofzo. Duidelijk. Oké, het goede been, die mag even parallel zeg maar naast het kapotte been worden neergelegd. Dan gaan we deze schepbrancard onder Henry neer klikken zeg maar. Ik klik hem hier bij het hoofd vast en dan mag Carl hem even bij de benen vastklikken. Je zult misschien heel klein een beetje het been op moeten tillen. Kom goed, gaan we doen. Yes. Zo. Als hij vast zit dan hoor ik het graag. Rob, pak jij even die deken over voor Carl dan? Ja, we kunnen hier wel heel snel klik. Nou, daar zit hij heel mooi vast. Oké, ik doe dat altijd iets sneller. Oké, goed. Henry, we gaan de lucht in, ja? Op 3. En dan moeten we anders even kijken of we hier over dit apparaat hier kunnen heen gaan. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ja. Zo, daar gaan we. Leg de dekens anders maar even zo over hem heen als het kan. Oh, let op met die stangen. Ja. Toppie, dan gaan we snel. Nou, zijn we ook weer gedoucht hè? Ja, het is wel lekker weer hier. Echt honden weer. Zet in ambu. Nou, gelukkig ben jij een hond geladen. Ja, dat scheelt weer, hè, met het weer. Nou, ik kom naast je zitten, hoor. Wim, heb jij hier ons nog nodig? Nee, ik ga hier nog wel het een en ander even doen, dus ik ben nog zeker niet weg. Maar nee, de vitale waarden zijn super, dus ik verwacht niet dat er iets gaat veranderen. Oké, dan blijven wij wel even in de buurt, maar dan gaan we volgens mij eentje als je niet erg vindt. Nee, zeker niet. Ga lekker. Bedankt, hè. Succes, joejoe. Kan ik ook achterin zitten of? Ja, je kunt proberen langs die deur. Of daar zo. En eens poef je de wagen in, zo poef. Of naast de zijdeur. Aan de andere kant. Ja, dan kan je het aan. Oké, Henry, ik ga jou nog een extra pijnstiller aanhangen. Die ga ik jou gewoon langzaam laten inlopen. En dan ga ik nog eens goed even kijken naar dat been. Ik leg er even wat gaasjes op, Henry, maar meer doe ik niet ermee. Ik kom er niet aan. Ja, die tourniquet, dat is natuurlijk... Je moet je voorstellen, dat is een band, die doen ze om het been of om de arm heen. Zeker niet om de nek of zo. Ik zag laatst iemand, kan dat dan ook om de nek? Nee. Nee. En die ga je aandraaien. En zo sterk aandraaien dat de bloedsdoorstroming van boven tot onder niet meer aanwezig is. Dus dat, ja, dat is heel overdreven met dit soort dingen. Maar goed, voor hetzelfde heeft dat bot natuurlijk wel een slagader doorgespiest of zo en spuit het eruit en was het nodig. Ook in dit geval weer, je ziet het niet. Je ziet niet daadwerkelijk wat voor een wond je daar aantreft. In het echt kun je daar een hele mooie inschatting van maken. Ik doe er nog een soort, ja, ik zal maar even een kussen, een deken eromheen. Dat is een soort vacuümspalk. Of zo heet het ook, een vacuümspalk. En dan kunnen we gaan naar het ziekenhuis, ja? Ja, dat is goed. We doen er een vacuümspalk omheen, we doen er van status aanrijdende stemming. 153, heb ik over. Ja, goeie avond. In het regenachtige weer gaan we met patiënt richting Erasmus onder een A2 over. Ja, 53 A2 Erasmus, dat is begrepen, bedankt. 153 uit. Oh. Ja, oké, die zit helemaal goed. Wat mij betreft mag je dadelijk best eruit springen om fictief verder te gaan. Dat is helemaal goed. Yo, bedankt hè. Yo, bedankt voor de meldingen. Ja, zoals ik net ook al bij die andere melding zei, dan kunnen ze in ieder geval nu al verder gaan met andere meldingen. Ik zelf rij wel altijd netjes naar het ziekenhuis. Je hebt toch officieel een fictief slachtoffer erin. Ik ga jullie daar zeker niet mee lastigvallen. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen als we weer terug zijn bij de post of waar dan ook. Eigenlijk gewoon weer bij de nieuwe melding. Tot zo. En weer een melding gekregen. Collega's zijn hier ter plaatse bij een motorongeval. Er is assistentie tweede wagen gevraagd en ik heb zo'n vermoeden dat daar een reanimatie aan de gang is. 153 MK over. Ja, 53 is A1 onderweg zo te zien. De assistentie van collega's 134, wat is daar precies los over? Ja, positief, verdenking, neurotrauma en meteen gaan we pogen te alarmeren. U als tweede auto te plaatsen over. Ja, begrijpen, wij gaan die kant. Ja, voornamelijk 153 gaat. Nou, geen reanimatie, maar neurotrauma, dat is een ernstig letsel aan nek of rug, noem maar op. Ergens in die richting. Dus vandaar tweede wagen en dus mobiel medisch team, de lifeline. Het is al de hele tijd aan het regenen, dus het is glad wil ik zeggen, nou jullie zien het. En zo hard reed ik nou echt niet. Last van lek. Maar het lijkt wel weer op te klaren. Het zonnetje schijnt alweer. User was moved out of your channel. User left your channel. You were moved. Microphone muted. Ja, even aanhoren wat hier allemaal aan de hand is. User was moved out of your channel. Hey, goedendag. Had je voor jou nodig? Ja. Ja, ik had jou eigenlijk straks even geroepen, want ik zat een beetje te denken aan shock en hij heeft ook een neuro. Mm-hmm. Zat ik ook aan te denken. Pupilreflex is weinig tot niet aanwezig. Mm-hmm. Dus vandaar dat jij was gekoppeld. Oké. Ja, ik ben eigenlijk al bijna klaar. Ja, nou ja, alleen maar mooi. Dan zou ik zeggen, wacht niet te lang. Ga lekker rijden. Erasmus nee, neem ik aan. Ja. Kijk even mee op de lifepack voor je. Helemaal goed. Dus ja, ik moet nog even kijken naar die voeten, maar... De saturatie moet ik nog even kijken. Heb je de bekken gecontroleerd? De wat? De bekken. Heup, bekken. Nee, ik heb nog niet gecontroleerd. Motorrijder gevallen of? Hij is tegen de bulldozer aangeklapt. Oké. Ja, dan misschien nog maar even... Want ligt hij in de vacuummatras nu? Ja, okay. Hij ligt helemaal gefixt weer. Ja, want de positie waarop de voeten nu liggen, kijk ook even naar de burger, is niet een normale positie. Lijkt mij. Kijk burger aan. Burger is daar mee eens. Burger is daar mee eens. Oké, nee, dat is mooi. Of ja, niet zo mooi. Dan, nee, dat is dan een positie waarvan ik zoiets heb van ja, dat kan misschien een breuk zijn in een bekken of in de heup. Oh ja, dan moeten we wel gaan kijken. Ja. Dat is inderdaad een reden tot verdenking bloeding. Daar zo. Ik weet niet wat de vitale waarde zeg ik. Kijk nou eens. Oh, redelijk keurig nog. Nee, dus dat kan wel de reden zijn dat jij verdenking shock hebt. Ik neem aan hypoflemisch of welk hartje. Ja, hypoflemisch, ja. Ja, dan zou ik zeggen ga lekker rijden. En heb je nog assistentie nodig of gaat dat lukken? Nee, komt wel goed. Oké, top man. Ik zet me weer vrij en dan geef jij door de meldkamer. Ja, ik geef door. Bedankt voor het komen. Jojo. Nou, meer is hier niet voor ons te doen. Ik ga er niet als een gek achteraan rijden. Kijk eens wat een schade hier. Mijn mooie ambu. Neurotrauma wat ik zei, of wat we zeiden. Ja, dat is inmiddels ja. Had ik net uitgelegd. Weiger. Zou ik een copyright op krijgen van Apple? Ik weet het niet. Ja, nee, ik bel straks wel terug. Wat wilde ik zeggen? Ja, neurotrauma was dus al de meeste behandeld omdat we blijkbaar later werden gekoppeld dan... dan gedacht. En ja, het meeste is al gedaan. Je kunt nog niet zo heel veel doen met zo'n slachtoffer. Ik ga even hier langs. Oh, dan moet ik snel zijn. Oh, dan moet ik snel zijn. Oh, dan moet ik snel zijn. Tjoef. Oh, hier ligt een dode. Nee, niet meer. Het is eigenlijk vooral inladen wegwezen. Zo stabiel mogelijk en zo rustig en beheers mogelijk richting ziekenhuis rijden. Dus voor ons was een lange spoedrit, maar niet echt nodig. Een beetje advies gegeven. Dus we gaan weer retour post. Lange rit weer voor de boeg. Want nu is het A2. En nogmaals, ik zie jullie weer bij de volgende melding. Primair MMT. Even lezen. Kettingzaag is een been gekomen. Oei. Oh, en rijden samen blijkbaar. Oké. Ja, heel veel informatie. Intake adviseert druk, ja oké. Ja, stoppen, dank u. Een paal. Ja, daar kon ik echt niks aan doen en dat is ook zwaar onrealistisch. Alta Street, dat is... hier ergens. Dit is Alta Street. 153 MK over. 53 heeft een melding ontvangen en is zo goed als de plaats over. Ja, vernomen. MMT is ook meer aan vliegtuigen. Ja, die stonden toevallig voor mij. Dus die zullen zo wel ter plaatse zijn. Ik ben definitief ter plaatse. Ja, 53 ter plaatse, dankjewel. Net. Ik zeg niks. Voor de eenheden aanrijdend. MMT inmiddels ook aanvliegend. En dan pijltje omhoog. Goedendag collega. Hoi. Zo meneer, hou even rustig blijven zitten, meer van de ambulance is er. Hallo meneer. 8 van 9, 9, 4. Dus ik zie op dit moment dus dat er bloed uit het been... ja, gewoon daar bij de ambu, mooi langs. Ik zie je. Met een pulserende beweging zeg maar eruit komt. Maar ik heb mijn HRB-voertuig van de straat. Ja. Positief. Jullie hebben er niks met die bloeding gedaan? Er is natuurlijk een keer op de been aangebracht, dus normaal de bloeding moet gestopt zijn omdat die effectief was. Dan ga ik die nog wat krachtiger aan drukken als hij nog steeds is aan het bloeden. Auw, auw, auw. Nee, ik ga er even een beetje aan moeten draaien. Nou, toen ik aangebracht door Camar. Ja? Kan jij zorgen dat die lifeline veilig is? Ja. Dank je. Goed. Hey, meneer. Kunnen mij eens vertellen wat is gebeurd? Ik was er bezig met zagen en ik verloor mijn evenwicht. Die been, die zaag, die schoot in mijn been. Auw. Nou ja, die zat er ook nog in. En die zaag is weg? Die ligt verder op de grond. Oké, maar die zit niet meer in het been, dus oké. Nee. En u bent van normaal gevallen. Kan jij eventjes die zagen veilig stellen? Ja, is het, daar ligt hij. Boven. Oh, bij de kant. Oké, goed. Hoi dokter. Zo. Ik heb ook nog niet heel veel informatie van jou hoor. Deze meneer die is gevallen. Ja, wacht, daar kom ik zo op. Gevallen, ja, vanuit dat bakje. Ja, dat bakje moeten we effectief natuurlijk ergens zien staan. En hier terecht gekomen en de cirkelzaag, of de kettingzaag, die is in zijn been gekomen. Die zit er inmiddels niet meer in. Toen de kerst omgebracht en de bloeding is gestopt, heeft er uiteraard veel pijn aan. Ik heb een vrije ademweg, ik heb een versnelde en oppervlakkige ademhaling in de B en de C heb ik een hartslag van 110 beats per minute met een tensie van 150 over 90. Ja. Saturatie 95%, helder en adequaat, is alert af PA. Die beenwond, ja, die is toch wel flink, die is zelfs door de beschermde broek heen gegaan zo te zien. Oké. Ja, en die tourniquet zit dan op mijn linkerbeen. Ja, precies. Is de been al ontbloot of zit er nog broek omheen? Ik denk dat er nog broek omheen zit. Er is een tourniquet op mijn bovenbeen geplaatst en meer niet. Ja, je bent geland vlak na mij. Ik heb me eerst gefocust op dat die wond, want die bloedde toch nog wel zichtbaar. Ik heb niks losgemaakt of iets. Ik stel voor dat ik sowieso een infuus ga prikken met mijn pijnmedicatie. Ja, ik zou je van mij wat esketamine dadelijk kunnen optrekken? Ja. Helemaal top man. Ga ik even snel kijken naar die benen. Nou, ga je eens aan een fus prikken? Ja, doe maar. Dat zou top zijn. Meneer. Mijn collega gaat zich even bekijken bij het been. Ik ga u een fus prikken. Ben je ergens allergisch voor? Niet dat ik weet. Ja, vis. Nee. Wat zei u? Nee, niks. Goed. Ga even kijken of ik de mouwen omhoog kan doen, anders moeten we die ook even openknippen. Ik ben ondertussen even aan het kijken naar je been nog. Wat was uw naam? David. David, oké, David. En daarom. Nou. Je wordt opgeroepen. Niet ik. Ja, dan krijg je bericht. Ja, kunt u heeft heel even tijd voor een onderling contact met 134 vraagteken? Ja, leg u zo dadelijk uit. Wat MK kunt u herhalen? Voor? Leg u even zo dadelijk uit buiten het kanaal. Is het urgent? Voor hem wel. Heel snel, ja. Oké, maar net aan een prikje komen. Ik heb een fus en we gaan een paar medicatie doen. Schiet nou op, het bloed nog, dat ze zeggen. Ja, ik snap het, we gaan ons focussen op pijn. Heb je nog iets nodig, Wim? Nee, op dit moment niet. Ik wacht even op de dokter. Nou, daar ben ik weer. Dokter is in dit geval natuurlijk leider. Oké, dokter, een fus zit erin. Ja? Esketamine wilde je? Ja, doe maar. Oké. Komt op link. Klopt. Ondanks het natuurlijk nog steeds de bloeding, Burger. Ja, het is wel een lichte bloeding, maar hij zit er nog wel. Lichte bloeding, oké. Goed geplaatst. Oké. Doe nou snel druk. Wil je toegediend hebben? Ja, hij had geen, voor de rest geen allergieën? Nee. Oké, misschien nog even snel pupilreflex, had je dat al gedaan? Nou, hij is helder en adequaat. Ja, nee, dan mag je van mijn esketamine. Meneer, je gaat een beetje suf worden van de medicatie. Ja, waarschijnlijk herinner je niet heel, heel veel meer van. Ja, precies. Oké, toegediend. Ja, wat tensie was goed, hartslag was ook goed, hè? Ja, wat hoger, maar ja, eigenlijk niet. Omdat hij toch niet tegen heeft van... ook voordat hij helemaal geen pijn meer voelt, even focussen op nek en rug. Meneer? Ja? Ja. Ik ga nog even langs de nek en de rug. Als ze er ergens pijn doen, moet u het aangeven. Ik ga even kijken, kunnen mij nu al vertellen of u ergens last van heeft van de nek en de rug? Nee, nee, nee. Mijn benen zijn auw. Ja. Ik leg heel veel snel wat spulletjes klaar voor vervoer. Ja, hij gaat met jou mee, want het ziekenhuis is hier toch in de buurt. Ja, is goed. Oké. Geen tekenen van CBK-letsel. Oké, helemaal top. Hoe hoog is dat bakje ongeveer, als ik er een inschatting maak? Een meter of 3,5. 3,5 toch wel, oké. En hoe bent u terechtgekomen, meneer? Ik weet niet meer. Oké, maar niks uit. Hij wordt wat suffer, wat rustiger. Ik hou wel de lifepack in de gaten. Oké, ja, prima. Wat mij betreft, van top tot teen. Zien we nog andere verwondingen? Nee, geen andere verwondingen, zeg maar. Oké, nou dan stel ik eigenlijk voor dat we gaan. Ja, even kijken hoe we hem hier wegkrijgen, want hij ligt tegen de boom aan. Ja, ik pak de lifepack even opzij. Dan kunnen we hem anders wel even neerleggen. Ja, dat jij hem bij de schouders... Linkerbeen is het, hè? Dus het is het been van jou. Ja. Als we hem nou hier plat leggen langs de boom, en dan draai je hem even op de zij, op het rechterbeen, doen we nou anders even de schep snel achter, en dan draai je hem weer terug, en dan tillen we hem zo van de grond. Ja, komt goed. Ik heb de schep bij me. Hartstikke wordt wel lager. Oké. Van 100... Wat was die net? 110 dacht ik. Oké. En 150 over 90. Meneer, even wakker blijven. Even wakker blijven. Is moeilijk, ik weet het. Nou, als we hem zo bewegen zal hij wel wakker worden. Ja. Oké. Meneer, we gaan nu op de grond neerleggen en dan draai u even naar mij toe, ja? Het scheppel? Ja, de schep zit erbij. Oké, wil je... Ja, het is toch 3,5 meter geweest dat hij is gevallen. Wil je toch vacuüm of? Ja, ik heb vacuüm al neergelegd. Dus lag al klaar. Oké, haalt meneer weg bij boom en legt op zij. Oké. Ja, schep ligt er. Of op rug, sorry. Ja, ja. Oké, schep ligt klaar. Meneer, we draaien nu op het goede been naar mij toe. Oké, dan moeten we dat wel even met z'n tweeën doen, even stabiel. Ja, ik help je. Ik ondersteun hoofd anders wel als jij even draait zo. Oké, op 3 dan. Oké, ik hou hem ook bij zijn been vast. Ja. 1, 2, 3. Oké. Ja, ik houd de schep zitten tegen. Yes, en dan gaan we terug. Op 6 ligt hij weer plat. Ja, oké. 4, 5 en 6. Helemaal top. Meneer, bent u daar nog? Oké. Word even goed wakker. Ja, ja, even goed wakker worden. Even wakker blijven. David, we gaan je zo even optillen op de brancard. Ja? Gaat even een beetje vreemd voelen. Niet schrikken. Oké, dadelijk op 3 omhoog. Ja, dat snap ik. Moet eerst nog even naar het ziekenhuis, David. Oké, op 3 omhoog. Op 6 op de brancard. Yes. Jij telt, hoofdzijde. Oké, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ja, ik weet niet waar de... Oh, hier. Oh, ja. Ik heb nog de grootste moeite met tellen. Ja, ik rijd al fictief mee. Ja. Dus ik klik, je moet even slachtoffer richting het ziekenhuis brengen, de dokter gaat actief mee. Zoals ik zei, ja, net zoals... Ik denk niet dat het helpt met ook het MMT. Nou, we gaan naar Erasmus, ik ga mee. Jij meldt, jij geeft meldkamer door. Ik geef alles door. Ja, kom maar. Ik geef alles door. Nou, ik stap nu in. Dus zoals ik zei, de reguliere ambulances rijden alleen. En ook de... Daarna weer vrij, toch? Einde dienst. Einde dienst, check. Even denken. Ja, de reguliere rijden alleen en zo ook het MMT. Als we echt genoeg man hebben, dan pakken we ook 2 man MMT. En dan kun je dus echt hebben tot de dokter achterin stapt en de andere met de heli naar het ziekenhuis vliegt. Om nu te zeggen, de dokter, Lucas dus, stapt in en dan daarna komt hij de helikopter ophalen. Ja, dat is zo onrealistisch. Dus vandaar dat we hebben besloten om gewoon fictief mee te rijden. Heel langzaam door de bochten. 809 over. Ja, ja, gewoon 9, de 1753 gaat richting het 1C met slachtoffer. De 904 gaat mee. We staan alle weer vrij en van de op 1753 is het hierna ook einde dienst. Ja, voornamelijk de 53 en de 904 A1 Erasmus, is dat correct hoor? Die, ja, positief. Ja, voornamelijk dankjewel, 809, ik sleep hem weer terug. Ja, dat is echt de lifeline. 8820 met een situatierapport voor het OPS al. Zo, aankomst bij de emergency. Aankomstbestemming. Microphone activated, microphone muted. We nemen het slachtoffer mee. En we lopen naar de deur. En wij dragen het slachtoffer over. Zo. Goed, en dan ga ik jullie mensen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie een interessante video vonden. En ik... Ja, en als je nou ook bij de ambu wilt binnen de RPR, dan kan dat. Je kunt je aanmelden in de link in de beschrijving van de roleplayreality.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Bij voorkeur wat medische kennis en misschien zelfs wel een verpleegkundige of in ieder geval EHBO-achtergrond. We rijden even weg, anders moet iedereen maar we altijd hebben. Zoals de OVG. Ja, maar dat is natuurlijk geen probleem als je dat niet hebt. Leeftijd is 15 jaar en ouder. En graag zelfs ouder. En uiteraard GTA op je PC. Voor nu bedank ik jullie nogmaals en ik hoop dat jullie een blauw duimpje achterlaten. En ik zie jullie graag weer bij de volgende. En binnenkort, beloofd, ik ben er al mee bezig. Maar ik heb het op dit moment niet kunnen afmaken. Ook weer een video met het MMT. Ook binnen de RPR. Maar er zijn nog wat factoren die meespelen. Waardoor ik op dit moment niet met de MMT kan opnemen. Maar dat komt wel weer. Tot dan. Doei.